Voor de situatie in het oosten is er een medische operatie in het leven geroepen, die de medische zending zal ondersteunen in haar dienstverlening. Dit haalde de algemene directeur van de medische zending, Herman Genti, gisteren aan tijdens de reguliere persconferentie van het managementteam. Genti zegt dat er binnen deze operatie nauw samengewerkt wordt met Frans-Guyana. Deze samenwerking heeft te maken met het verloop van de positieve gevallen van het COVID-19-virus. Voor deze medische operatie in het Marowijnen lavagebied zullen volgens Genti MZ-polyklinieken ingezet worden. In deze operatie hebben we gezegd dat we voor dit gebied, voor het Marowijnen lavagebied, we 5 coördinerende polyklinieken hebben. De eerste polykliniek is op Langatabbetje, de tweede is op Gakaba, de derde op Stoelmaaseiland, de vierde Lawatabiki en de vijfde op Anapaike of Kawemhaken. Deze coördinerende polyklinieken hebben de rol van ondersteuning bieden aan het gebeuren, het medisch gebeuren in het gebied. Dat betekent dat COVID-19 gevallen via deze klinieken zullen worden opgevangen, gescreend en eventueel getransporteerd naar Paramaribo. Daarnaast zijn deze klinieken ook voor het coördineren en organiseren van individuele quarantaine, met name thuisquarantaine of dorpsquarantaine. In het binnenland vooralsnog hebben we deze 2 mogelijkheden. Thuisquarantaine, in geval iemand thuisquarantaine nodig heeft, en in geval het heel dorp wordt afgesloten vanwege contact met positieve, dat het heel dorp in quarantaine wordt gesteld. Genti geeft verder aan dat de dienstverlening van de medische zending enigszins beperkt is sinds de COVID-19-crisis. Toch zijn er volgens hem bepaalde doelgroepen waarmee de medische zending rekening houdt. Dus de dienstverlening van de medische zending is vooralsnog vanwege de COVID-19-situatie. 1 van we opereren wel op een laag pitje vanwege het feit dat de medische zending de dienstverlening voor overgrote deel gericht is op outreach. Dat betekent dat we hebben wel een polykliniek in het gebied, maar het werk van ons bestaat uit heel veel in de gemeenschap bezig zijn met de gemeenschappen. Vanwege deze COVID-uitdaging hebben we onze outreach-activiteiten moeten brengen naar een laag niveau. Waarbij we zeggen dat inderdaad de zorg in eerste instantie voor de spoedeisende gevallen gegarandeerd is. 2, het moeder- en kindzorggedeelte ook gegarandeerd is. Dat betekent moeders, zwangere moeders, moeders met kinderen, dat die zorg gegarandeerd is. En de chronische zorg. Dat betekent dat mensen die chronische ziektes hebben, dat ze hun medicatie wel kunnen halen of laten halen of krijgen vanuit de poli. Herman Genti, algemeen directeur van de medische zending. Hij sprak gisteren op de reguliere persconferentie van het COVID-19 management team.